Ja, vrienden, er worden zoete broodjes gebakken bij VI. Ja, er zijn weer toenaderingen. Er worden weer leuke gesprekken gevoerd. En wat we nou lezen is dat het misschien wel weer goed gaat komen. Nou zeg, na alles wat wij gelezen hebben. Hey, luister eens even goed. Hier staat een ervaringsdeskundige van iemand die uit een tv-duo is gestapt. Dus ik weet er alles van. Het is niet makkelijk om de boel op te heffen. Dat weet ik. Daar weet ik alles van. Want wat gebeurt er? Zo'n talpa of tv-station, die gaan een enorme druk uitoefenen. In dit geval op die Gijp en die Derksen. Ja, die gooien alles in de strijd en die beginnen te zeveren over, ja, maar denk erom dat je nog wel een contract hebt en daar kan je niet zomaar onderuit. En waarom zou je eruit stappen? Want ja, je zit toch in een succesvolle formule en die gasten daar bij Talpa, al die briljante geesten, die willen maar één ding, houden wat we hebben. Want dat heeft succes. Ik heb dat zelf ook meegemaakt. Want toen ik zei van ja, ik stap uit de duo. Nou zeg. En dan komen er krachten los bij zo'n tv. Nou, dat wil je niet weten gewoon. Want dan zetten ze alles in. En iedereen wordt gestuurd. En iedereen begint te bellen en op je in te lullen. Van ja, maar Harry, waarom zou je nou uit die succesformule stappen van het duo? Want het gaat zo goed en het gaat zo lekker. En waarom zou je dat doen? En denk erom, hè, jij hebt nog een contract. Dat kan je niet zomaar opzeggen. Nee. En trouwens, wie zit er te wachten op jou alleen? Denk daar eens even goed over na. Dat soort dingen kreeg je naar je hoofd. Ja, en natuurlijk twijfelde ik dan ook wel eens. En dan dacht ik ook wel van, ja, kan ik alleen verder? En zit de kijker te wachten op mij alleen? En is het dan ook net zo leuk? Ja of nee? Ja, daar had ik natuurlijk ook mee te maken. Ik moest alleen verder. Zij hebben het veel makkelijker. Want die Gijp en Derksen, die zijn met z'n tweeën. Hé, wat is daar nou aan? En ook al roei je tegen de stroom in met tegenwind. En is het moeilijk en wordt de druk alsmaar groter. Dan juist moet je standvastig blijven. Juist dan moet je zeggen van nee, ik heb toen besloten. We gaan hier niet mee door. En waarom niet? Want je hebt dus de meest verschrikkelijke dingen over elkaar gezegd. En je bent ook genaaid. Jullie zijn genaaid door Gluipert Gené. Dus waarom zou je daarmee doorgaan? Ja, wees dan stoer en flink en kerel en stap eruit. Want als je dat niet doet, als jullie toch straks daar eind augustus weer keurig met z'n drietjes aan die tafel zitten. Nou zeg, dan is dat zo verschrikkelijk, ongeloofwaardig, na alle beledigingen die jullie naar elkaar hebben gegooid. Nee, want de kijker die trapt daar natuurlijk niet in. Nee, want die gaat niet zitten kijken straks naar een toneelstukje, want dat is dan wat het is. Dus, houd je poot stijf, pak die druk, kan het je schelen, je weet waar je naartoe wil, het enige wat je moet doen is Gluipert Gené vervangen en klaar ben je en dan ga je geloofwaardig door. Elk ander geval, hey, buitengewoon zwak.